algehele toestand van de auto een beetje in de gaten houden of je niet beschadigd is. Of iets dergelijks. Alles in orde is. Gaan we de motorkap even los doen. Gaan we even onder de motorkap kijken. Deze hendel moet je hebben. Dat rode ding. En dan kun je vooraan de auto clipje uittrekken. Dat is bij elke auto verschillend, maar in deze auto gaat het in ieder geval zo. Even naar boven doen. En dan zie je de motor. Hier zie je het slotdopje voor de ruitensproeien vloeistof. Daarachter zie je nog net de rembekrachtiging. De rembekrachtigingspotje is dat. En hier kun je de olie bijvullen. Oliecontrole kun je niet doen, want dus kun je, dat gaat elektronisch in de auto. Nou, als je naar de auto toe loopt, kijk je of er niets onder de auto ligt of zit. Vanaf afstand kun je er mooi onder de band controleren of er ook spanning, lucht genoeg in zit. Het groene dopje betekent dat die gevuld is met stikstof. Dat loopt niet zo gauw leeg, hoef je niet zo vaak naar te kijken. 1,6 mm profiel moet erop zitten. En je kunt vaak aan het dammetje zien. Dit dammetje, of de band versleten is, hè? 1,6 mm profiel, is het dammetje aan de oppervlakte, dan moet je de band vervangen. Kijk ook altijd of je wielmoeren vast zit. Koelvloeistofpotje mag je niet opendraaien, want het staat onder druk. Dus gauw je hem opendraait, komt het water aan de kook. En de accu zit daaronder, kun je ook niet zoveel aan controleren, is weggestopt. Eventueel de riemen kun je nog in de gaten houden. Hier zie je een riem lopen. Met mijn vinger. En dan kun je kijken of die niet gerafeld is, of die goed is. Het sluiten van de kofferdeksel, van de motordeksel, gewoon naar beneden slaan. En dat moet goed verzekerd wezen. Even goed controleren. Achterin ligt het reservewiel met de krik en de sleutel en het slot. Zorg ook altijd dat je reservewiel de juiste spanning heeft, dezelfde spanning als de wielen. De wielen in de, van de wagen. De bandafspanning wil opmeten, kun je dat ook bij de benzinestation doen, maar je hebt ook van die apparaatjes, kun je dat thuis doen. Druk je hem er even op, een seconde. En dan kijk je hoeveel de waarde is. Meestal kun je in het benzineklepje zien hoeveel bandenspanning er in moet. Je kunt zien of je met weinig mensen in de auto of met vol, kun je de druk in de auto zien. Achterin is de verbandrommel.